Dus dan even vooruitkijken. Is het volgend jaar is het tijd voor de 12-22. En wat ga je dan doen als je 10 jaar in het vak zit? 12-22. ja, ik weet niet of ik het moet vieren met een jubileum. Of met een 10-jarig bestaan. Ik weet wel dat ik op deze manier waar ik nu mee bezig ben, dat het heel erg goed gaat. En dat ik achter mijn cd sta en achter mezelf sta. En dat vind ik heel erg belangrijk. En misschien is het wel leuk om een concert te doen. Maar ik weet niet of ik daar nog een jaar mee wil wachten. Nee. Dus dat concert kan wellicht toch al wel eerder komen? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ik weet wel van mezelf dat ik... want ik heb 2 keer in Heineken Musical gestaan. Dat ik het te gek vind om een staand publiek voor me te hebben. Omdat ik dan iets meer kan geven en dat het publiek iets meer los kan zijn. Wat ik zelf heel erg prettig vind. Dus we moeten nog even kijken waar het gaat plaatsvinden. Tijdens een concert komen alle mensen, dat weet je, voor jou. En tijdens een optreden is het nu, waar ik heel erg blij mee ben natuurlijk, ook vaak wel zo. Vooral met fans. Want die pik je er tussenuit. Je ziet welke mensen meedoen natuurlijk. Maar een concert is toch jouw ding. En tenminste, ik ben ook betrokken bij alles wat er rondom het concert gebeurt. Welke liedjes er worden uitgekozen. Hoe het licht eruit ziet. Hoe het geluid in elkaar wordt gezet. Daar wil ik allemaal bij zijn. Dus dat is dan echt jouw eigen ding. En een optreden is anders, maar ook heel erg leuk. Als je dan kijkt naar collega-artiesten. Er zijn heel veel artiesten die zijn het presentatievak ingegaan. Dus dat wellicht ook nog wat voor jou? Nu niet. In de toekomst misschien, maar nu niet. Nee. Je hebt zoiets van, ik vind zingen zo leuk. Ja, ik ben blij met wat ik nu aan het doen ben. En ik kan het elke dag doen. Ik heb nu eigenlijk ook geen tijd voor presenteren.